In het volgende verhaal draait het om apen, konijnen en olifanten. Je voelt hem al aankomen, woningcorporaties. De grootste huisbaas van Nederland. Om uit te leggen wat de rol is van die woningcorporaties, heb ik hier een zandbak en een konijn. Jee. Ja, hallo, ik ben meneer Konijn. Oké, nou meneer Konijn, leg maar uit. Als je dus de woningmarkt hebt... Jongens, wat is dit voor infantiel gedoe? Kunnen we dit niet beter even laten uitleggen door een serieus medium? Nieuwsuur of zo? Of nee, doe maar een zakenzender, BNR. Dat is lekker zakelijk. Buitengewoon hoogleraar woningmarkt van de Universiteit van Amsterdam, Johan Konijn. We zitten hier in de zandbak om uit te beelden wat eigenlijk de woningmarkt in Nederland voorstelt. En wat de rol is van die woningcorporaties precies hierin. Nou, meneer Konijn, leg maar uit. Wat hebben we hier eigenlijk? Nou, het konijn van BNR heeft er blijkbaar iets meer verstand van. Oké, goed. Ga je gang. Wat is nou de taak van een woningcorporatie? Wat is de wettelijke taak? De woningcorporatie heeft als taak om voor mensen met een laag inkomen een betaalbare, goede woning te zorgen. En zo af en toe doen ze activiteiten waarvan we ons afvragen, is dat wel de bedoeling? Precies. Er gaat veel mis. Woningcorporaties zijn van oudsher door de overheid betaalde organisaties die moeten zorgen voor goedkope huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Een huis. Een huis. Wie helpt ons aan een huis? Nog altijd worstelt ons land met het grote probleem van het woningtekort. Het halfmiljoenste huis is er één uit een blok montagewoningen dat in de kelderruimte onder meer een gemeenschappelijke wasgelegenheid heeft. Er werden dus corporaties opgericht die voor huizen zorgden. Maar eind vorige eeuw barstte in Nederland de grote privatiseringsgekte los. Bijna alles werd geprivatiseerd. De post, de telefonie, de ziekenhuizen, de spoorwegen, de versprekingen van Philip Freriks. Alles werd geprivatiseerd. En dus ook de sociale woningbouw. Staatssecretaris Dick Tommel die zette in de jaren 90, D66-staatssecretaris, de deur open bij die corporaties voor nevenactiviteiten. Zo werd dat dan omschreven. De sector mocht zichzelf gaan reguleren, zichzelf gaan controleren. Zichzelf controleren. Dat doet me denken aan vroeger op school. Als de leraar zei, jongens, ik ben even een kwartiertje vergaderen. Hou elkaar een beetje in de gaten. Dat eindigt namelijk altijd weer in de discussie of we nou de politie of de brandweer hadden moeten bellen. Dat is... De woningcorporaties werden dus zelfstandig. Althans, een soort van zelfstandig. Corporaties mochten zich jarenlang uitleven in een semi-publiek schemergebied. Het zijn private ondernemingen die vallen onder verantwoordelijkheid van de staat. Gaat het mis, dan staat de overheid garant. Dus als het misgaat, lost de overheid het op. Die corporaties werden een soort backpackende puber. Ja, pap, met mij, ik sta hier in Bangkok voor die super zelfstandige wereldreis om te bewijzen dat ik op eigen benen kan staan en niks of niemand meer nodig heb in deze kapitalistische kutwereld. Dus zou je nog €600 kunnen overmaken? Anders moet ik weer in een hostel slapen. Oké, hoi, fascist. Nou, zo semi-zelfstandig werken woningcorporaties. Gaat dat mis? Yep. Hubert Mullekamp, voormalig bestuurder van woningcorporatie Watchdeel, moet zich verantwoorden. Hij werd het gezicht van misstanden bij woningcorporaties, omdat hij met het geld van huurders rondreed in een Maserati. Met het geld van huurders met een laag inkomen in een Maserati rondrijden, terwijl je verantwoordelijk bent voor hun sociale huurwoningen. Is dat passend? Nee. Dat kan iedereen in een split second beantwoorden. Is dat passend? Nee. Is dat passend? Nee. Nee, bijna iedereen kan dat. Is dat passend? Nee. Bijna iedereen. Is het dan passend om een Maserati te blijven rijden met bijbehorende rekening? Nee. Deze aarzelende bekentenis deed Mullekamp vorig jaar tijdens de parlementaire enquête. En deze week staat hij zelfs voor de rechter. Die Maserati blijft een pijnpunt. Hier, in de Volkskrant van donderdag, gaat hij diep door het stof. Als ik ooit in mijn leven een fout heb gemaakt met auto's, dan is het een Maserati. Als ik ooit in mijn leven een fout heb gemaakt met auto's, dan is het een Maserati. Alsof je iemand vermoordt en dan zegt, van alle domme dingen die ik ooit met een hakbijl heb gedaan, staat dit zeker in de top 3. En het bleef niet bij een autootje. De hele sector ging los. Directeuren die regeerden als zonnekoningen. Absurde bouwprojecten die handenvol geld kosten. Creatief boekhouden, fraude. Woningcoöperaties hebben er een bende van gemaakt. Woe, ze gingen uit hun dak. Of op sommige bedrijfsfeesten kwamen ze uit hun dak.
Ja joh, Hubert, laat je lekker uit het plafond naar beneden komen alsof je Miley Cyrus bent. Wat is het? Oh. Weet je wat? Vraag anders of Hans Klok je de volgende keer tevoorschijn wil toveren of zo. Het is zo bizar. Je kan het zo gek niet bedenken of de baasjes van woningcorporaties hebben er wel geld aan uitgegeven. Tenminste, ik kan het zo gek niet bedenken. Dus wat hebben ze zelf bedacht? Als het niet om miljarden verprutst geld zou gaan, zou het lachwekkend zijn wat corporaties allemaal in hun hoofd gehaald hebben. Een olifantenbeeldenparade, de adoptie van een aap, een lening aan een uitvaartcentrum. En dan hadden sommige woningcorporaties ook nog een SS-verleden. Het is 2005 als de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron besluit de SS Rotterdam te kopen. Voor een prikkie, nog geen 2 miljoen euro wordt ervoor betaald. Het doel is om Rotterdam-Katendrecht in de lift te krijgen, maar ook om bijvoorbeeld stageplekken te creëren voor studenten van het Albeda College. Oké, er is dus een bootje gekocht om aan een kade te leggen in Katendrecht en wat stageplekken te creëren. Wat was dat nou voor boot? Nou, kijk even mee. Ik heb hier 3 foto's. Welke is de juiste grootte? En dan moet ik bijzeggen, dit is de Euromast. Dat is 185 meter, dat is de hoogste toren van Nederland. En jullie denken waarschijnlijk, wat denken jullie? 3? 3, ja, jullie denken 3 is de grootste? Nee, dat klopt niet. Hij is nog groter. Dit was dus echt waar. De SS Rotterdam. Voor dat schip betaalde Woonbron 2 miljoen euro. Om je een voorstelling te maken van hoeveel geld dat is, heb ik hier 2 pingpongballetjes. En dan moet je dus voorstellen dat elk balletje 1 miljoen euro is. Zoveel geld is dat. Maar die boot zat vol met asbest, dus hij moest verbouwd worden. En dat ging 25 miljoen kosten. Oké. Goed. Dat is best veel geld. Is dat allemaal goed gegaan? De Rotterdamse corporatie Woonbron verteelde zich danig aan dit project. De renovatie van het schip bleek niet 25 miljoen, maar ongeveer 10 keer zoveel te kosten. Oké, even tellen dan. Dit is dus 2 miljoen plus 256 miljoen. Dat is 258 miljoen euro. Maar je moet het zien als een investering. Want wat we nu niet hebben gehoord is dat ze die boot van 258 miljoen gewoon weer hebben kunnen verkopen. Westcourt Hotels is ontzettend trots natuurlijk om deze parel bij haar parels toe te mogen voegen. Westcourt betaalt bijna 30 miljoen euro voor het schip. Dat is helemaal niks, dat is dit. Wat is dat nou? Woonbron betaalde 10 keer zoveel om die boot op te knappen. Mag ik die man nog eens zien die boot heeft gekocht? Ja, dan snap ik wel dat je zo staat te glunderen. Ja, maar... Oké, het bleef niet alleen bij Rochdale en bij Woonbron. Je hebt ook Vestia. Door speculeren met financiële producten leidt Vestia een verlies van ruim 2 miljard euro. En wat dacht je van de fouten die woningcorporatie Rentree heeft gemaakt? Zo werd voor dit weiland in Schalkhaar 13,5 miljoen euro betaald, terwijl er door de hoogspanningsmasten niet eens gebouwd mag worden. Baas, wij staan in dat weiland. Maar er staat een soort Eiffeltorentje. Ja. Wat, weghalen? Ja, dat willen wij ook. Maar hij zit vast aan allemaal van die andere Eiffeltorentjes. Tijdens de parlementaire enquête bleken vrijwel alle woningcorporaties grote fouten te hebben gemaakt. De belangrijkste aanbeveling van de commissie was dan ook helder. Strak toezicht door een nieuwe onafhankelijke toezichthouder moet ervoor zorgen dat de corporaties zich alleen bezighouden met goedkope woningen. Meer toezicht. Het is gek dat we daar niet eerder op zijn gekomen. Behalve dan al die andere keren dat we daar eerder op zijn gekomen. Hier, na de parlementaire enquête over bouwfraude in 2002, beter overheidstoezicht. Of hier, 1988, parlementaire enquête over bouwsubsidies. Alle partijen wijzen op tekortschietende controle. En hier, een parlementaire enquête uit 1878, dat is echt waar. Hier staat, staatstoezicht moet worden versterkt. Oké, dit ging over longziekte bij rundvee, maar toch. De uitkomst is altijd hetzelfde, meer toezicht. Hier komt het op neer.
In Nederland vinden we dat mensen met weinig geld recht hebben op een goed huis. Als je dat overlaat aan de grote boze markt, dan gaat dat mis. Daarom zijn er woningcorporaties. Maar om die efficiënter te laten werken, zijn die weggehaald bij de overheid en overgelaten aan de grote boze markt. Wat? En hoe moet dat dan verder? Deze week staat Maserati-man dus voor de rechter. En de komende tijd worden meer corporatiebazen op het matje geroepen. En bij de corporaties zelf, daar doen ze wel heel duidelijk hun best om te laten zien dat er niet meer met geld wordt gesmeten. Dordsdeel wil graag laten zien dat het bedrijf is veranderd. Dames en heren, welkom. Namens Rotje, ik ben Birgitte de Maar. Ik ben lid van de Raad van Bestuur van Dordsdeel. En ik heet u allemaal van harte welkom bij deze opening van de gerenoveerde flat. Ja, hallo, met Brigitte van Dordsdeel. Wat is jullie kleinste partytent? Ja, nee, er mag dus absoluut geen ruimte zijn om een kale vent aan een touw uit het dak te laten komen. Nee. En hebben jullie er ook eentje die lek is? Want Nieuwsuur komt namelijk langs. Nee, en gewoon eentje lek snijden kan dat? Nee, geld speelt geen rol. Nee. Maar het is niet alleen imago. De corporaties moeten ook echt bezuinigen, want door alle wanpraktijken zijn er gigantische bedragen verdampt. Minister Blok van Wonen laat alle corporaties meebetalen aan de schade, terwijl die ze ook nog een flinke belastingverhoging door de strot duwt. Waar moeten die corporaties dat geld vandaan halen? Nou, ze kunnen twee dingen doen. De huren verhogen, maar dat is zuur voor de huurders. Of de woningen verkopen, maar dat is ook zuur voor de huurders. Dus welke oplossing hebben ze uiteindelijk bedacht? De huren van sociale huurwoningen gaan de komende jaren flink omhoog. En ondertussen verkopen de woningbouwcorporaties op grote schaal huurwoningen aan commerciële investeerders. Ze doen het allebei. Oké. En wat gebeurt er dan, even heel beeldend gezegd? Ik kan het niet beeldender zeggen als dat je in Amsterdam 9 jaar in de rij moet staan om een sociale huurwoning te bemachtigen. Dus na de vette Maserati-jaren breekt nu een tijd van grote soberheid aan. De mooiste huizen worden verkocht, er komt niks bij en de huren vliegen omhoog. Alles lijkt onder controle, maar één cruciale vraag blijft onbeantwoord. Een huis. Een huis. Wie helpt ons aan een huis? En zo zijn we weer terug bij af. Want voor veel mensen geldt, wie helpt ons aan een huis? En dan het liefst zonder de verspilling van miljarden euro's.